Zo zijn er een paar mensen weggelopen. Oh, dat is echt dapper. Groot respect. Volgens mij is het een trip zonder paddo's. De keuze voor het stuk van Andries is omdat na de wereldpremière verleden jaar bij het Concertgebouworkest, waar het niet helemaal goed gegaan is bij de uitvoering, vond ik het echt belangrijk dat dit stuk een herkansing kon krijgen en hopelijk zou kunnen gaan klinken als het zou moeten gaan klinken. Andries is zo'n belangwekkend componist voor Nederland, zo'n cultuurerfgoeddrager, dat die muziek gewoon gehoord moet worden. Ik ben invaller vanavond. De oorspronkelijke dirigent Casper de Roo is plotseling ziek geworden. Op woensdagochtend werd ik gebeld dat Casper ziek was. Zware oorontsteking en kon niet meer dirigeren. En toen kreeg ik een telefoontje eergisteren van ben je toevallig beschikbaar om dit programma te dirigeren? Want in Nederland is maar één dirigent die dit programma zou kunnen overnemen. En het grote geluk, en ik spreek echt van groot geluk, hij was precies deze week vrij. En dat was in Nederland. Het belangrijke is natuurlijk dat ik vaak stukken van Louis gedirigeerd heb. Dus ik weet ongeveer wat hij van plan is. Ik weet waar hij aan hecht. Ik weet wat hij fijn vindt. Ik weet wat voor geluid hij waardeert. Het zijn twee actuele componisten, twee levende componisten. De overeenkomst is dat ze beide met kwarttonen werken en dat het orkest eigenlijk zeg maar helemaal verstemd is. Nou, dan ga je een heel lang en heel hard studeren. Ja, en dat komt dan vanavond tot ontplooiing. En dat is wel geweldig om mee te maken. Daar heb je dan niet veel tijd voor. Hoe doe je dat dan? Heel snelle keuzes maken en niet meer achterom kijken. Je kan bij Andries eigenlijk het volgende zien. Hij heeft heel veel stukken geschreven voor theater en voor de concertzaal. De stukken voor de concertzaal zijn dissonant, wrang, verwrongen en wat verwijderend. De stukken voor het theater, zoals ook zijn opera's, daar is bijna iedere noot raak en dan schrijft hij mooie melodieën. In dit stuk, Mysterie, komen die twee stijlen, die hij altijd gescheiden heeft gehouden, bijna terug bij elkaar. Alsof hij eindelijk thuis is gekomen. Het is een heel vreemd gelaagde muziek. Het is een heel on-Andriessen-achtige muziek bijna. Meestal heeft hij hele langzame melodieën waarin op de achtergrond af, in de binnenste van de klank, gebeurt dan veel. Het stuk Dickesia met de film van Bill Morrison gaat over het verval. Het verval van het leven, het verval van je lichaam, het verval van je geest en de ultieme zinloosheid waarom we hier op aarde zijn. En het moet vooral pijn hebben. En hij schrijft ook voor dat het werk je fysiek pijn moet opleveren. Michael Gordon is niet helemaal nieuw voor me, want ik heb eerder een stuk van hem gedirigeerd, maar dat is echt zeker 20 jaar geleden. En toen was het ook al een eigenzinnig type die er niet voor terugdeinsde om de grenzen van wat mogelijk was op te zoeken. En zo'n stuk is daar natuurlijk een staalkaart van. Dit kun je alleen maar live ervaren, thuis op een DVD weet ik het niet. Het is een ervaring. Het is zo heftig, zo hard, het is zo dwangmatig obsessief. Het dwingt je om bij jezelf te raden te gaan van wil ik dit, kan ik dit? Zo zijn er een paar mensen weggelopen. En terecht, of niet terecht, maar dat kan gebeuren.
zo fantastisch dat het NNO besluit om dit soort stukken te programmeren. Volgende week komt de Basnik weer terug, doen ze gewoon keurig, tussen aanhalingstekens, keurig beroep naar 9. En dan zo'n programma de week ervoor, het is echt dapper. Groot respect.